Jammer dat ik geen koffie heb, want ik heb best wel zin in koffie op dit moment. Hallo kijkers en leuk dat jullie weer terug zijn bij deze nieuwe aflevering van Hard Survival. De vorige keer hadden we natuurlijk een kleine nood met hout en ik moet gaan slapen. Oké, laten we dat eerst gaan doen. Maar ik heb ondertussen eventjes wat hout gehakken. Ik heb volgens mij iets meer als 3 stacks hout verzameld. Dus dat komt mooi uit. Dus dan kunnen we zo meteen gelijk eventjes bezig met ons nieuwe gebouw eigenlijk. Want die willen we natuurlijk zo snel mogelijk af hebben. Want ja, die dieren die moeten hier eigenlijk weg. Kijk, 3 stacks en 17. Dat is overigens meer dan genoeg. Ik maak van 1 stack gelijk even volle planks. Want die gaan we ook nodig hebben natuurlijk. Ik neem maar 1 stack mee, want ik denk dat we hier genoeg gaan hebben. Ik heb geen idee wat ik eigenlijk allemaal nodig heb verder. Ik denk dat ik gelijk dirt meeneem. Want... Zo, dat is wel genoeg. Want ik wil gelijk even heel wat gaan opvullen. Zodat wij natuurlijk... Precies. Want ja, zodat we natuurlijk die hekjes en zo kunnen neerzetten hier. Dat gaan we gewoon doen op deze hoogte, bla bla bla. Ja, eentje hoger nog dan. Dan moeten we even heel wat neerzetten, maar dat komt denk ik allemaal wel goed. Zo niet, ja, nou, dat is dan pech. Kijk, hier, deze cave afsluiten. Ik bedoel, die cave hoeven we toch niet echt per se nog meer in. Want ja, ik heb eigenlijk een mooie ingang naar een cave in mijn eigen huisje. Tenminste, ik gebruik hem bijna niet, want ik mine heel weinig. Maar ja, dat mine, dat komt allemaal wel als we weer een beetje tools nodig hebben en zo. En als we natuurlijk bezig willen gaan met enchanten, want dan hebben we natuurlijk diamonds nodig uiteindelijk. Maar ja, daar komen we op zich wel een keertje aan toe. En anders een keer in een offscreen mining session. Laat ik het daarop houden. Want ja, ik weet niet, ik vind het altijd een beetje saai als je een hele aflevering gaat uploaden en het enige wat je doet is minen. Tenminste, dat is mijn mening, maar... Even kijken, we hebben dit bijna opgevuld. Hier nog even 1 laag. Zo, dit was een beetje een opvulaflevering. Slash beetje, ja, een beetje de natuur even klaarmaken voor de farm, als het ware. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Even kijken, okay, dit is dan opgevuld en dan moeten we hier nog eventjes... Zo, dan moet ik even hier wat gras weghalen, want het zit altijd mee onmeunig in de weg. Zo. Okay, hier hebben we nog een beetje het... Zo, en dan gelijk heel wat seeds erbij. Maar we hebben de farm... Hadden we het hier al wel of niet volstaan? Dan weet ik het niet eens meer. Deze boom die toch staat. De boom. Nog iets extra hout. Maar ik ga hem hier nog een beetje opvullen. Kijk toch eens. Dat ook even mooi opgevuld. Neem ik gelijk even deze boom nog mee. Oké, zo. Dit is echt zo'n boom van, ja, ik doe alsof ik groot ben, maar ben ik niet. Oké, nou, in ieder geval. We hebben nou dus mooi... Oké, trek het. We hebben nou in ieder geval mooi dus, ja, dit even een beetje opgevuld. Ik heb een beetje gedaan hoe groot die ongeveer moet worden, de farm. Maar ja, dat is op zich wel prima. Ja, ik zag het ook eens farm, het is meer een boerderij, hè. Kijk, die 3 daarheen en we gaan die pomp plaatsen. Dus ja, dat... En dan zo. En dan. Even kijken. Die zo. Ja. Zo, daar eentje. En dan 1, 2. En dan wat dit. 3. Ik weet niet waarom hier zo weer weg is. Want ik weet nog niet hoe ik de bovenste gedeelte ga maken eigenlijk. Maar. Komen we wel uit. Denk ik. Hoop ik. Zo niet dan. Oké, zo, dan gaan we kijken. Dan gaan we zo ver mogelijk eventjes een beetje plaatsen. En dan doen we de rest mooi straks vanaf de onderkant. En dan komen we er iets makkelijker bij. Dan kunnen we ook zien wat we nog niet hebben gehad, zeg maar. Kijk, ik doe eerst deze rand eventjes, want dat is het makkelijkste. Nou, tik, 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 tik. Zo. En dan
Die en dan dat was alweer één stack. Zie je, maar dat is meneer is niet echt je bedoeling. Oké, en dan gaan we dit verder even zo opvullen. Zo. En dan, oeps, zet ik er weer eentje verkeerd neer. Lekker bezig. En dan ook eigenlijk, ja, gewoon dit zo. Eigenlijk tot waar ik er mooi bij kan, weet je wel. En dan de rest kan via onder. Zo, dat is dit. Daar heb ik nog, oh, zit hier nog een cave? Oh, nou, cave, ja. Die tunnel. Ouch. Kijk, nu zijn we binnen. Wat een beetje donker is, maar... Ik zal even in deze vervloekte hoek een torch neerzetten. We kunnen natuurlijk vanaf binnen ook even palen neerzetten die we de hele tijd nog houden. Oh, dat was de enige en de rest heb ik al, oké. Okay. Kijk, dan kunnen we heel makkelijk zien. Even kijken. Kijk, zo, dat dit allemaal nog moet opgevuld worden. Zo. Hier helemaal nog. Volgens mij moet ik iets meer hout bijmaken. Toch, denk ik. Ja. Yep. Want dit is niet genoeg. En ik denk ook niet dat deze 40 stuks genoeg zijn. Dat ben ik haast wel zeker. Kijk, deze 3 zo. En dan... Die... En, ik zei, hé, werk mee. Dankjewel. En zo. Zo. En dan weer 1, 2, 3. En dan die kan daar al. Oké. Okay. En dan... Zo. Oké. Okay. Dan zorg ik even dat we vanaf deze kant al dat af gaan maken. Kijk, dit is nou helemaal af, het dak. Yes. Kijk, en dan hier nog stukjes. Die en die. Die is dan... Nou, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dat doe ik verkeerd. Die moet zo en dan 1, 2, 3. En dan... Ik klik veel te snel. Het werkt niet mee. Het werkt niet mee. Nogmaals, dankjewel. Oké, okay, oké. Okay. En dan... Ik zei eigenlijk dat ik vanaf de andere kant ging werken. Maar volgens mij hebben we nou klaar op deze na. Heb ik het goed? En triggered. En 1, 2, 3, 4, 5 even. Ik zal er nog 10 over. Zo, meer dan genoeg eigenlijk. Dus we hebben in die chest nog wat zitten. Oké. Okay. Dus dit is nou ook af eigenlijk. Wat we nou hoeven te doen verder nog met het gebouw, ding, dinges, ding, gedoe, dingetje. Is eigenlijk een bovenverdieping erop zetten. En ja, een beetje de inrichting. Maar ik ga nou eigenlijk eerst... hoe ga ik dat doen? Ja. Oeh, weet je wat? Misschien kan ik wel eens kleine stalletjes maken ofzo. Ik heb nog geen idee, man. In ieder geval moeten we even hekjes hebben, want dan kunnen we ja, de omheining eigenlijk gaan neerzetten waar dan de beesten in kunnen gaan. En dan kan ik die dan wel even heen lokken. Dus dan hebben we eigenlijk eindelijk de beesten verplaatst. En we hebben vrij weinig fences. Even kijken, hoe maakt hij ook alweer fences? We hebben hier nog mijn sticks, ik bedoel sticks. Ik weet niet wat ik al pakte voor mijn torch. Maar even kijken, zo, meer sticks in ieder geval. Nou, moest het nou zo... En dan zo of maak je dan... Nee, oké, okay, dit is hem. Of maak je dan gates, wou ik zeggen. Want ja, ik heb iets te vaak al gehad dat ik per ongeluk gates maak, namelijk. Kijk, zo. So, you can have, never have enough fences. Werk mee, dankjewel. Zo. So. Kijk. Dan hebben we in ieder geval mooi wat fences. Die kan even weg. Ik heb hier nog wat natuur. Spullen. Zo. So. Ik zie iets hier ook in eigenlijk. Ja, ik moet ze eigenlijk planten, ik weet het, man. Moet die zo? Geen idee. Wacht, kan ik gewoon kijken zo. Kijk, tada. Dan zat hij weer zoals hij wordt. Dat even recht zetten. En ik heb hout bij me wat ik niet nodig heb, denk ik. Hoop ik. Oh, we hebben hier ook al ons hout al op. Oh, oké. Okay. Dat ging heel snel doorheen, dat hout. Oké, dat hebben we niet nodig. Torches, daar moet ik er wel even wat meer van maken. Dat doe ik gelijk wel even. Dat is natuurlijk iets te veel wat ik nou bij me heb aan kool. Maar ik maak gewoon, kijk. Hoppakee, we hebben gelijk in ieder geval een hoop kool. Kool, ik bedoel sticks. Torches. Zo, kon niet even worden. Yes, let's go. Het is nou alweer nacht. Oh, for fuck's sake. Lekker slapen.
Zo, een heel goedemorgen mensen. Jammer dat ik geen koffie heb, want ik heb best wel zin in koffie op dit moment. Maar ja, je kan natuurlijk niet alles hebben in je leven. Dicht, zo hè. Ja, meh, moe, bah, boe, ja. Ik heb geen zin om jullie weer te gaan afslachten of te gaan breeden. Doe ik wel lekker een andere keer. Oeh, nou kijk, nou komen we bij het fence gedeelte. Dan gaan we hier gaan we dan een ding in zetten. Ja. En dan wil ik hem zo hebben eigenlijk. En dan wil hem een beetje random namelijk. Ja, ook weer niet te random hoe ik hem eigenlijk nou doe. Maar dat maakt niet uit. En dan gaat deze weg. En dan zo. Zo ga ik het doen. Yes. Maar dan denk ik nog dat ik die blokjes hieronder, zeg maar, onder de fence ga veranderen door cobblestone. Ik denk dat het er iets leuker uit zou zien. To be heel eerlijk. Maar ja, dan komen we zo meteen wel bij. Zo, even lekker toortjes geplaatst. Dan kunnen we in ieder geval iets zien. Al het gras nog even oprotten. Zo. Want ik heb altijd een scheid hekel aan gras. Gewoon met bouwen en zo. Niet dat we hier nog veel hoeven te bouwen, maar nee, stil. Oké, nou komt het leuk. Nou gaan we de dieren verplaatsen. Beetje ruimte gemaakt. Ik zei je nou toch, neem gelijk even dit hout mee. Zo. En dan pak ik even wheat. En dan ga ik zo eventjes die fences slopen, in ieder geval twee stuks. Doe gewoon even met de hand terwijl ik een wheat vast heb. Anders duurt het namelijk veel te... Ja, duurt niet veel te lang, dit duurt juist lang. Maar ik bedoel, anders is het helemaal gedoe als alles door één hekje heen moet. Zo. Of wacht, weet je wel. Kan ik het zo doen, snel? Die slopen. En alles volgt mij. Ja. Tijd mensen, let's go. Tijd voor de verhuizing. Kijk hoeveel er mee komt, anders slacht ik gewoon eraf. Oh nee, ik moet eigenlijk nog één schaap hebben. Eén schaap. Oké, dat is mee. Dat is al behoorlijk wat. Zo, ik zet er maar even een normale fence neer. Weet je wat? Ik ga wel even gelijk snel een hokje maken. De gate pakken we en dan zetten we die zo neer. En dan die zo, die gaat los. Die even in mijn inventory houden. En dan doen we nog één keertje hier staan en dan... Hallo? Ja, kijk, dan heb ik alles mee. Schaap, schaap, zie je mij? Ja, jij ziet mij ook. Nou, twee koeien blijven achter, maar we hebben op zich genoeg koeien die we kunnen afslachten. Oh god, ja, tuurlijk. Weet je wat, dan doe ik het zo. Moet maar even. Nou, haal ik die ook even weg. Oké, let's go, allemaal naar binnen. Oh god, er groeit net een boom daar. Oh nee. Heb ik twee schapen? Ik heb meer dan twee schapen, dus het is helemaal prima. Ja, jij bent hier nou toch, dus... Oké, dan ga je maar dood. Niet mijn probleem. Kijk, en halen deze fans die zo weer weg. En dan hebben we alle beesten verplaatst. Zo, dat is één. Dus wat? Hoeveel hits kun je nemen? Jij bent echt een diehard koe, of niet dan? Ja, nou precies. Oké, dan hebben we alles gemoven aan wat grotere plek. Hier staat nog één koe buiten. Oké, die is ook neer. Nou krijgen we alleen, ja, niet echt de problemen. Ik vind het altijd een beetje triggerend, want mijn... Oh god, nee. Jullie moesten niet hierin komen juist. Oh god. Allemaal even weg. Dankjewel. Kom op. Yes. Kijk, zo doen we dat. Kijk, ze kunnen hier nou ook opstaan op die dingetjes. En dat willen ze nog wel eens vaak doen. En het ziet er niet uit en shit. Maar ik denk niet dat ik veel keuze heb. Maar ja, we hebben in ieder geval dit. We hebben mooi even de schapen en koeien even verhuisd. Komt mooi uit. Dan neem ik gelijk even deze boom mee. Want ja, ons houten gaat er zo te zien heel snel doorheen. Dat is niet normaal. Hier zit ook nog een boom. Nou, even kijken. Zo. Dan dacht ik dat we deze aflevering wel even mooi genoeg hebben gedaan. Ik bedoel, we hebben mooi eventjes het gebouw even afgemaakt. Tenminste, de benedenverdieping. Dus de benedenverdieping van de... Ja, van de boerderij is eigenlijk klaar. En alle beesten die staan waar ze horen te staan.
gras hier, dat groeit mooi een beetje verder, die grasblocks. En ja, op zich zit het wel redelijk mooi in elkaar op dit moment. Ik denk dat we al een leuk beginnetje krijgen. En dan moet ik straks hier een pad naartoe maken natuurlijk. En dan kunnen we, ja, ik hoop de snowbeest gaan met het derde of vierde gebouw, zeg maar. Als ze daar zijn, dan begint het echt namelijk een beetje een stadje te lijken. En dat is natuurlijk wat wij proberen te, ja, te fixen namelijk. Even kijken, dierenhok verplaatsen. Ja, hij is verplaatst eigenlijk. Dus dan zet ik hier even neer. Farm afmaken. Zo. Hashtag derp. Zo. In ieder geval de farm. Ja, farm. Farm afmaken. Ja, nou, dat bedoel ik met farm eigenlijk. En hier staat nog een schaap. Ja, schaap. Hier staat hij toch zo eenzaam. Nou, luchtje. Nou, dat was hem in ieder geval weer. Mochten jullie deze video leuk vinden, doe dan natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat natuurlijk gelijk eventjes. Zoals ik altijd al zeg, niets moet, alles mag. En mensen, ik spreek jullie graag weer in de volgende aflevering. Later!